Hey, wat leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Je ziet daar mijn koffers staan. En nee, die ga ik niet uitpakken. Die heb ik net ingepakt. Want ik ben de afgelopen week op vakantie geweest op het eiland Sal van Kaapverdië in het hotel Riu Palace Cabo Verde. Ik ben samen met Mandy, Chris, Senna en Julia op vakantie geweest. En jullie gaan in deze vlog de avonturen zien die wij hebben beleefd. Heb je er al helemaal zin in? Doe dan alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we nu terug naar het begin van de week dat wij opstonden om naar Schiphol te gaan. Mijn koffer is helemaal vol. Wow, en wat heb je allemaal meegenomen? Ja, met een korte broekje. Hi Jules, ben je nou weer vrolijk? Nou, we zijn aangekomen op Schiphol en we gaan naar binnen. En we zijn excited en we moeten gaan inchecken. En ik heb honger. Nou, we zijn ingecheckt door de super strenge beveiliging. Ik heb het nog nooit zo streng gehad. Alleen een of andere pipo die moest per se mij scheiden van de rest. Dus ik moest in een andere rij staan. Daar ben ik alsnog sneller, maar Manny en Chris, Senna en Julia die zijn nu nog aan de andere kant. Maar goed, we zijn er. We mogen om 2:10 inchecken. Maar ik ben blij dat we dit hebben gehad, want dit is altijd het stressvolste. Waar kijk jij nou het meest naar uit? Het gewoon er zijn. En Chris, heb je zin om te vliegen? Ja, enorm. Want Chris heeft vliegangst. Nou, ik doe het liever niet. Geland. En Senna, wat heb jij alweer gedaan? Wat gebeurde er? En toen viel je. Ben je alweer gevallen? Was echt na. Het lunchje toch. Vandaag? Ja. Tent 2. Ja. De wielen van de bus gaan rond en rond, rond en rond, rond en rond. De wielen van de bus gaan rond en rond naar ons hotel. Kom maar, Sen. We gaan in de bus. Zo, in koor. Oh, we zijn er, mensen. Finally. Oh, kom, Senna, we gaan meteen neerploffen. We gaan lekker tukje doen. Goed idee. Oh, ik vond het wel een goed idee. Nou, in de bus zeiden ze al dat dit het hotel was voor de kings en queens. Dus, Nou, kof! Zo wil ik ontvangen. Ja. Sorry, maar ik vind het heerlijk om zo decadent te doen. En alles is ook al betaald, dus ik hoef ook nergens meer zorgen over te maken. Ja, Manny en Chris zijn hier al eerder geweest, maar het is nu omgebouwd naar hogere luxe vorm staat. Nou, Chris die gaat even inchecken en dan gaan we naar onze kamer. Spannend! En er lopen hier dus ook random poezen rond, schijnbaar, overal en nergens. Hoi, hoeveel ziektes heb jij? You bitch. Koetje, 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 koetje. Ik noem jou vanaf nu Henk. Dit is Henk de poes in zijn natuurlijke habitat. Senna, hij heet Henk. Hallo Henk de poes. Hashtag geef Henk zijn huis terug. Nou, we hebben al ons papierwerk en we gaan nu naar ons huisje toe. En ik loop hier nog steeds in mijn jas en mijn trui. Maar het is best wel warm. Ik ben nog niet eens binnen en... Hé, daar loopt Henk de poes weer. Henk is overal. Papa staat alweer aan de bar. Hij is nog maar net binnen en... Oh ja, daar hebben we licht.
gaan als koffers. Ja. Dag koffers. We hoeven zelfs onze koffers niet eens te dragen. Die worden naar onze kamer gebracht. Okay. Ik vind het nu al leuk. Heb je nu al drank gepakt? Ja, maar hij ook trouwens al. Meteen al dat verdriet wegdrinken. Het is toch verschrikkelijk? Ik heb 31,8. Naar boven? Ja, als je mensen dit ziet doen, dan is het vakantie. Jullie hebben 13,11 dan? Ja. Oh ja. Ja, dan zitten jullie daar. En ik hier. Wow. Ja, hey, ga jij eens naar je ouders. Jij moet naar je ouders. Dat is mijn bedje. Oké, moet ik daarin slapen? Dan moet ik echt nog iemand fixen. Dit is mijn badkamer. Oh, wat krijg ik? Oh, dit is altijd het leukste. Een body milk en een conditioner voor mijn haar. Welk haar? Travel accessories. En zeepjes en een föhn voor al mijn haar. En een douche. Wat is dit? Oh, dit is levensgevaarlijk. Hier ga ik slapen. Dit is wel volgens mij de luxe kamer die ik ooit heb gehad. Oké, test 1. Het allerbelangrijkste. Ja! En hoe is het bij jullie? Het is iets anders, ja. Het is cool bij ons. Ja, het is super cool. Ja, de badkamer is ook iets anders. Het is allemaal dezelfde meubels, maar het is net allemaal iets anders gerangschikt. Ja, jullie hebben ook drank. Hi Jules. Waar zijn we dan? Op vakantie. Moet je zwaaien. Kan je zwaaien? Het restaurant is nog 20 minuten open, dus we gaan snel onze koffers neerdumpen en dan nog snel even naar het restaurant, want wij hebben honger, hè? Heb jij honger? Ja. Het is mooi geweest met de vlog voor vandaag. Tot morgen. Hier ben ik wel badjassen. Twee ook nog. Wat? Ik was net aan het afsluiten. Je hebt nog twee badjassen ook, hè? Oh! Somebody jealous in here? Ja. Een hele goede morgen. Het is 7:15 en ik ben al wakker. Want ik ben normaal altijd wakker om deze tijd. Dus mijn lichaam dacht van, jongen, ga nu ook wakker zijn. Wat niet klopt trouwens, want we hebben 2 uur verschil. Maar we gaan eens even het uitzicht bekijken. Wat ik gisteren zei. Want ik ben, dat zei ik gisteren op Instagram Stories. Dat zei ik niet in de vlog. Er hebben trouwens heerlijke badjassen. Die stonden zo gigantisch groot aangegeven op de website van badjassen. Dat ik dacht van, nou dat moet wel wezen. Oh, the sun is shining. The sun is not shining. Ja, the sun is shining, maar er is ook wolken. Oké, ik krijg de deur niet open. Nou, in ieder geval, je kan het zo zien. Maar ik heb even heel veel zand. Heel veel van dit hotel is ook nog in aanbouw. Dus hier moet uiteindelijk gras komen natuurlijk. Maar goed, ik ga lekker douchen. En dan ga ik eens even kijken hoe ver de rest is. En dan gaan we waarschijnlijk... Dan gaan we lekker ontbijten. The sun is shining. En ik ben aangekleed. Ik heb slippertjes aan en een nieuwe korte broek. En eigenlijk ook een nieuw t-shirt. Die heb ik ook allemaal nog niet aangehad. Oh, en ik heb een hele collectie petjes mee. Ik heb gisteren nadat we kwamen, zei ik op Instagram Stories van, ja, ik ga nu niet uitpakken hoor. Heb ik wel gedaan. En ik pak altijd alles uit. Ik wil niks, dat er niks in mijn koffer zit. Dus ik heb ook al mijn kleren al opgehangen en zo. Maar ik heb ook petjes mee. Dit is trouwens nieuw van AliExpress. Ik vond hem zo leuk. En hij was echt binnen een week bezorgd of zo. Iedereen zei, oh, dat is 6 weken. En die twee. Vandaag is het echt hoppakee weer. Oh, sowieso. Ja, en nu verwachten jullie waarschijnlijk een super spannende vlog. Maar we gaan eigenlijk gewoon helemaal niks doen. Dat is waar deze vakantie voor is. Vooral om uit te rusten. Want ik kan niet relaxen als ik in Nederland ben. Ik kan al zeker niet relaxen als ik thuis ben. En dan bedoel ik niet dat ik stressed out ben thuis. Maar het is meer, ik weet dat ik dan dingen kan doen. Ik weet dat ik dan video's kan maken. Ik weet dat ik dan liedjes kan mixen. Dus dan kan ik niet relaxen. Ook al heb ik alles gedaan, zeg maar. Alles wat ik die dag wilde doen. Dan is er ligt altijd wel iets nieuws op de plank om te gaan doen. En ik kan niet een avondje niks doen. Dat kan ik niet. Dan voel ik me niet goed bij. Dan wil ik dingen gaan doen. Meestal wat ik kan relaxen is eigenlijk bij Kevin thuis. Maar dan gaan we meestal ook nog video's opnemen. Dus ik moet echt met een vliegtuig weg van mijn computer, weg van mijn studio zijn om echt te kunnen relaxen. We gaan gewoon lekker uit het zwembad zitten de hele dag. En we gaan lekker eten. En we gaan veel uitrusten. En veel chillen. En veel drinken. En veel eten. Dat is wat deze vakantie voor is. For the first time in forever. Dat vind ik zo grappig. In andere landen is de Fanta gewoon veel, heeft een andere kleur. Bij ons is Fanta vet licht en bijna alle andere landen onder Frankrijk is Fanta veel meer oranje. Maar Cola Zero, alsof ze me kennen. En de douche is echt heerlijk. Het is een stortdouche. En zo'n apart handdouche. En ja, heerlijk. Je mag hier alleen niet van het water drinken, want de waterkwaliteit is niet zo hoog dat je ervan kan drinken. Het is natuurlijk al schoon. Focus nou eens, jongen. Je kan het wel.
Ik zie dat je het probeert. En ja, ik neem bijna een hele drogisterij mee als ik op vakantie ga. Zo, we zitten lekker aan het ontbijt. Ik heb vooral heel erg veel proteïne. En het ontbijt is hier uitgebreid. Oh, sommige dingen snap ik nog steeds niet. Bonen en zo. En chips liggen er. Dat snap ik echt niet. Maar Senna, wat heb jij? Oh, een donut. Dat is lekker gezond. Er zit zeker superveel vitamine in. Julia, lekker? Nee. Zeg ik net dat bonen niet kunnen. En wat heeft Mandy? Bonen. Ik hou daarvan. Soms koop ik thuis gewoon zo'n blikje en maak ik dan warm. Ben jij stiekem deels Brits of zo? Kijk niet zo boos. Nog steeds al die jaren niet gewend aan de camera. You shall. Dus wat wil je? Wil je nog pannenkoekje? Zijn we het zwembad? Woehoe! En je ziet af en toe de kwaliteit van camera veranderen. Komt omdat ik twee camera's heb, twee vlogcamera's. Maar deze kan ook onder water. Dus, dit voelt heel onnatuurlijk om te doen, maar ik ga hem gewoon in het water gooien. Thank you! Nee, niet op. Zwem eens wat sneller, Sloopy. Even kijken of deze camera blijft drijven. We zijn in het zwembad. Ja, wat gaan we doen? Zwemmen. Ja. Ik ga hem onder water doen. Dat mag. We hebben hier ook een bar. Hij is nog niet open, maar we hebben ook een poolbar. Er komt iemand aan. Er komt iemand aan. Koude wat, koude wat. Nou, succes hè? 1, 2, 3! Hey Senna, waar ben je? Oh, daar ben je. Hey, waar ben je? Waar ben je? Oh, daar ben je. Wat gaan we nu doen? Eten middag. We gaan eten, we gaan lekker lunchen. Ik ben heel benieuwd wat ze voor lunch hadden, want het eten is hier. En daarna gaan we lekker frisbeeën zeker? Nou, ben je moe? Nou, laat eens zien hoe goed jij kan frisbeeën. Zo, nou, echt Olympische Spelen, denk ik, hoor, volgend jaar. Je bent een beetje een jengeltje, hè? Overal tegen vandaag. Ze is ongesteld. Dit noemden wij vroeger altijd aardappel anders, maar dat is aardappel met kaas. Dit is volgens mij kip. Dit zijn frietjes, maar dan echt oma frietjes van die dikke. Geen idee is dit, volgens mij kip. En serrano ham. En Chris heeft een lekkere dikke worst. Julia, Lesta. Frietjes. We zijn in een restaurant. En we gaan ijs eten. Pardon. Tot ik klaar ben. Anders laat je kwijt. Ik ga nu door de deur. Niet botsen, hè. Sennatje, die is zojuist gesminkt, is het niet? Is het niet? En wat ben je geworden? Je bent echt de prinses geworden, hè? Nee. Wat ben je dan? Spider-Man. Hi, Senna. Heb je een beetje naar je zin? Ja. Ben je gelukkig? En waarom ben je gelukkig? Op vakantie. Nou, de dag is bijna ten einde. Het zonnetje gaat daar achter ons langzaam onder. Wat gaan wij vanavond nog doen? De disco. Kinderdisco, daar heb ik wel heel veel zin in. Ik heb wel zin om even te dansen met jou. Graag. Lach je me nou uit? Nee! Wat is er dan? Vroeger, toen waren wij ook... Vroeger? 6, 4 jaar mensen. Maar vroeger, ja, wat toen? En toen ging je naar...
toen ging ik naar de dunnekist. Toen zag ik de schildpad en ik vond het niet eng. En toen waren we vriendjes. Oh, is er een schildpad bij de kinderdisco? Ja. Oh, dat vind ik wel een beetje spannend. Wil je anders een biertje, Senna? Nee, dat lust ik niet. Ja. Nou, we zijn beland bij de kinderdisco en het gaat helemaal los. We zijn eindelijk terug in de Chichiwa-sfeer. Het duurde dan wel 3 nummers, maar eindelijk weer een beetje Chichiwa in mijn leven. Nou, daar is Senna's grote vriend, de schildpad. Goedemorgen, we hebben al gegeten, we hebben al ontbeten, wat hetzelfde is. Maar we zijn al opgestaan om 8 uur vanochtend. Het is nu 11 uur en we gaan naar het strand. Nou, we hebben even gechilled aan het zwembad. We zijn even naar de speeltuin geweest en nu gaan we even een bezoekje aan het strand brengen. En het schijnt dat hier... Hallo. En we gaan nu even een bezoekje brengen aan het strand. En er schijnen hier super hoge golven te zijn, dat zelfs Chris vorig jaar niet durft of zo. Ja. Dus, ja. Chris. Hallo, het is Chris. Hallo. Dus ik ben nu wel heel erg super benieuwd naar die golven. En of ze echt zo eng zijn als dat de mythes ons vertellen. Ik vergeet alweer in de lens te kijken. Ik vergeet het de hele tijd. Ik kijk steeds naar mezelf. Koud! Oh, dat is koud! Lans! Oh, dat is wel echt heel cool. Maar het water is vooral een hele mooie kleur. Oké, het komt soms verder dan je verwacht. Ik was niet mee op die vakantie, maar toen hebben ze dus... Julia is toen bijna meegenomen door de zee. Vanwege loedermoeder. Shining. It burns. Nou, we zijn op het strand. We maken een box voor Jules, waar de wind afgeschermd is en dat ze hopelijk niet wordt meegesleurd door de zee. Kijk dan hoe dat water eruit ziet, dat is toch prachtig. Ik weet niet of het op camera net zo mooi is, maar... Goed aan het werk hoor jongens. Recht zo die gaat. Jullie doen topwerk. Helemaal goed. Vind je niet leuk? Ik heb niet zoveel gevlogd vandaag, want toen we terug waren van het strand zijn we naar het zwembad gegaan. En hebben we zoveel prosecco gedronken, dat ik wakker werd in het donker bij het zwembad en niet meer wist welk jaar het was. Dus in ieder geval nu laat, mijn lichaam schreeuwt tegen mij, ga slapen. Dus dat ga ik doen, dus tot morgen. Een hele goede morgen en praise the Lord. Ik heb dan al 13 uur geslapen, maar ik heb geen kater. Ik heb wel een kater van iets anders. Dat komt. Gisteren hebben we natuurlijk enorm lopen ravotten op het strand. En mijn andere vlogcamera, die ook onder water kan, hij gaat nog wel aan, maar alle andere knoppen doen het niet meer. Dus ik kan niet filmpjes starten, ik kan geen foto maken. Alle knoppen doen het niet meer. En ik zie ook, het is het water achter de lens. Dus daarom heb ik hem even in de zon gelegd. Ik baal ervan dat hij het nu even niet meer doet. Gelukkig hebben we deze camera natuurlijk nog. Alleen die camera die kan niet onder water en die ga ik ook niet meenemen naar het strand, want als hier zand tussen komt ga ik huilen.
was een beetje hetzelfde als gisteren en zoals de komende dagen waarschijnlijk. We hebben gegeten, we zijn naar het strand geweest en we hebben aan het zwembad gezeten, gelegen en gedronken. En dat is wat we doen, want het is vakantie, dus we moeten niks, we doen niks. Het is puur en alleen relaxen. We gaan zo weer eten, het is nu volgens mij bijna 6 uur hier, want we hebben 3 uur tijdsverschil met Nederland. Dus in Nederland is het al 9 uur, jezus. Ik heb heel veel honger, want we hebben echt, als je hier in de zee gaat zwemmen, nou zoals je het zag, de golven zijn niet super hoog, dus het is echt gewoon een gigantische training als je hier in de, tegen de golven wil opnemen. Dat is gewoon een full workout als je dat een uurtje doet. Dus ik heb best wel honger en ik heb heel erg veel zin om te eten. Zoals altijd. Maar eerst nog heel even relaxen op dit te lekkere bed. Zo. Ik hoop dat jullie het in Nederland ook echt naar je zin hebben, net zoals ik. Maar goed, ik heb net mijn camera getest, mijn onderwatercamera. Die doet er nog steeds niet. Er zit ook nog steeds water aan de binnenkant als ik kijk naar de lens. Elke keer als ik hem aanzet, doet hij heel even een foto maken. En dan vervolgens kan ik geen knop meer indrukken. Ik ben misschien een klein beetje verbrand op mijn neus. Maar voor de rest ben ik al echt 2-3 dagen volle bak in de zon. Ik slik elke ochtend mijn allergiepillen en ik smeer me goed in. Maar ik heb me vanmiddag ook een aantal uur niet ingesmeerd. Maar ik heb ook geen jeuk. Dus of het is over of de medicijnen zijn gewoon heel goed. Maar ik ben nog niet erg verbrand. Mandy wel, Chris ook, Senna ook, Julia ook. Ik heb nu alleen een rode neus. Dus wij gaan lekker eten. Tot zo. We gaan nu even naar de andere kant van het hotel. Daar zit zeg maar, dat is niet hetzelfde hotel. Maar daar zitten de paupers. Dus zonder geld. Ja, gewoon rat. Nee. Stinkende val. Maar daar zit iemand van TUI? Ja. Ja, en dan gaan we kijken of er iets leuks is om als excursie of zo te doen. Of iets in die trant. Lukt dat? Nee. Oh. Hey, Superman. Goeiedag zeg. Chris zijn we alweer kwijt. Waar is Chris nou weer? We zijn die beker van Jules verloren. Dat, iedere vakantie doen we dat. Arme Jules. Jules is net ook een gigantisch op de mijl gegaan. Daar is Chris. Hallo. Wel een bruin hoofdje. Dat dan weer. Ja. Daar is het grote theater en vanavond gaan ze Grease doen. Althans iets met Grease. Want ze waren al vanmiddag aan het optreden bij het zwembad. Toen zeiden ze, tonight Grease. Bla 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 bla. Wat gaat er gebeuren bij de avondshow? Nou, we zijn aan het wachten op de prachtige Grease-voorstelling. Ondertussen is Senna aan het rondlopen met haar kleurplaat. En is aan iedereen aan het laten zien hoe goed hij wel niet is gelukt. Dus die staat steeds meer in de hand. Een hele goede morgen. Het is dinsdagochtend en het is ongeveer 9 uur. En vandaag is het 28 maart. Het is dinsdag toch, hè? I'm losing track of the date. Maar Mandy is vandaag jarig. Ze gaat straks zeggen dat ze 23 is geworden, maar eigenlijk is ze... Ik ben 26, 17. Ze is 28 geworden. Dus ik verwacht elk moment dat ze op de deur gaan kloppen van we gaan eten. Dus Mandy gaat zeggen dat ze 23 is. We gaan het ook gewoon allemaal geloven. Maar eigenlijk is ze 28. Daar ligt hij om te drogen. Maar hij doet het dus nog steeds niet. En ik weet niet of je het kan zien. Can the camera focus? Er zit water achter de lens. Daar is de jarige Job. En hoe oud ben je geworden? 23. Ik zei het al, hè, mensen. Ze werd 23. Hé, hey, jouw mama is jarig. Ja. Hoe oud is ze geworden? 23. Ja, Jules houdt haar eigen feest, toch? Jules heeft een pannenkoekenparty. En wat ga je doen op je verjaardag? Misschien even naar het stadje. En anders lekker niks en koffie drinken. En vanavond uit eten bij de Aziaten. We gaan namelijk elke avond al uit eten, dus wat maakt het specifieke Aziat nog uit? Dat maakt niet uit. Word maar scherp. Bubbles. Nou hier. Sant
Santa Maria. We zijn in Santa Maria. Daar ben ik heel erg op de hoogte met waar en waar we zijn en zo. Waar we nou eigenlijk naartoe zijn op vakantie. Maar er zit dus een stadje bij. Stadje, dorpje, dingetje. Hallo Boris. Ik noem jou Boris. Ja. Nou, laat je beste bommetje maar zien, Senna. Senna, beste bommetje! Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Mijn batterijen zijn enorm aan het opladen. Ik slaap hier echt gewoon klokjes rond. Gistermiddag ook samen met Senna en Julia op de kamer. Gewoon 2 uur geslapen in de middag. De batterijen zijn bijna opgeladen. Vrijdag vliegen we terug. Het is nu woensdag. En morgen gaan we ook nog een excursie doen over het eiland. Heel veel zin in. Gaan we in zout baden. Mocht je ooit Sky News kunnen ontvangen, bekijk het niet. Het is de meest deprimerende zender die er is. De meest uitgebreide coverage over welke aanslag in de wereld dan ook. En de meest doemdenkerige presentatoren die je kan bedenken. Don't do it. Don't spoil the fun. Stop it. Stop it. Wat gaan we vandaag doen, Senna? Met zwemmen. En wat nog? Je kamer is zo netjes. Tuurlijk is mijn kamer netjes. Ik kan niet leven in troep. Ik normaal ook. Hier wel. Hier maakt het niet zo heel erg. Nee, ik wil overal moeten netjes zijn waar ik ben. Nee, oké. Okay. Ik heb wel de neiging gehad om de eerste paar dagen zelf mijn bed op te maken. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb een wafel. Ik heb serrano ham. Ik heb bacon met daaronder een ei. Senna heeft lekkere cornflakes, hè? En Julia heeft een pannenkoek. Manny en Chris zijn nog niet terug. En mijn ontbijt prosecco natuurlijk. Een hele goede morgen. Het is vroeg als we het hebben over vakantie houden. Het is 7:15. Want om 7:45 gaan Mandy en ik een eilandtour doen. Dus we gaan met een jeep of auto of iets over het eiland. Naar een aantal leuke dingetjes. Ik weet niet precies wat. Een van de dingen is dat we in een bad met zout water gaan waarin je niet kan verdrinken. Daar ben ik heel benieuwd naar. En nog naar een aantal dingetjes van het eiland. Nou, wat is er nou aan de hand? Kom ons maar niet ophalen. We zitten nu al een uur te wachten op onze jeep. Maar hij komt niet. We hebben 2 keer Esmee van TUI gebeld, als je kijkt. Maar nog niks. Maar als het goed is, komt ze straks persoonlijk. Dus geen eilandtour, kapitein. Nee. Oké, goed nieuws. Er komt toch een jeep aan. Die brengt ons naar de rest van de groep. En dan kunnen we alsnog op de tour. Yay! Yay. Dank je, Esmee. Esmee! Ze kwam heel dichtbij. Met de schaduw. In de shadow. Ze hebben hier ook een ziekenhuis. Is in de hoofdstad Espagos. In Santa Maria zijn 2 klinieken. Meer voor toeristen, want de locals kunnen dat hier absoluut niet betalen. Heel leuk dat ze een ziekenhuis hebben, maar veel zorg is hier niet te bieden. Geen middelen, geen materialen. Mocht je goed ziek zijn of je bent een operatie nodig, word je naar Portugal of Brazilië gebracht. Voordat die reis helemaal rond is, duurt vaak 4 dagen, moet je nagaan dat de meeste mensen die dringend hulp nodig zijn, in die tijd allang zijn overleden. We zagen net ook krottenwijken en arme kindjes die daar liepen. Oh, dat is echt super zielig. We zijn nu bij de zoutmijnen en dan mogen we zwemmen. Drijven. Ja, drijven. Ik ben heel benieuwd. En even proeven. Nou, benieuwd dat je zwemt.
ik draai steeds terug. Hé, hey, wordt 10 jaar jonger. Misschien als ik mijn hoofd onder water doe, krijg ik mijn haar terug. Ik ga eruit. Twee gewoon. Maar hier ineens niet meer staan. Nee. Ja, het lijkt alsof je staat. Ik sta niet, ik kan de bodem niet aanraken. We zijn weer aan het strand. Ik hoop dat jullie me kunnen horen. En we hebben een rode vlag. Dus dat betekent gevaarlijk hoge golven. Mama! Goodbye! En Oké, die golven waren huge. En ik kom nu terug in mijn kamer. En kijk eens wat ze voor mij heeft gevouwen. Manny en Chris hadden het al voor hun verjaardag. Maar ik heb ook gewoon een semaantje. Oh, koochie, 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 koochie. Dus ik ga nu even lekker douchen. Want het is alweer 5 uur of iets. Ik ga eerst even licht toveren in deze brouwerij. Dus ik ga even lekker douchen. Dan gaan we lekker eten. Maar we gaan vanavond dus niet in het gewone restaurant eten. Maar we hebben natuurlijk gewoon bij deze stripshow. Hebben wij een reservering in het Kristal restaurant. Wat een à la carte restaurant is. Hey Senna, we gaan naar een restaurantje, hè? Hé, waar ben je nou? Hé, meisje, waar ben je? Chris en Senna zijn net gigantisch op een smoel gegaan. Dus Senna en Chris zijn even om ijs. Julia leeft nog. Toch, Jules? De buggy is een beetje kapot aan een van de wieltjes. De wieltjes is een beetje krom. Beetje krom. Chris en met zijn gewicht na zo'n week. Oh, daar zijn ze. Maar goed, we hebben ons apparatiefje al. Noem me naar ome Ivar. Op de vork gaat. Zo. Dankjewel. Chris, hoe gaat het nou met jou? En dan snot er je ook nog een keer. Je bent echt een heel zielig mannetje nu. Wat is er gebeurd dan? En wie schuld was het nog? Die hier zit. Hele goede morgen. Het is vrijdag, dus het is de laatste dag vakantie. Vanavond vliegen we terug, nou eigenlijk vannacht vliegen we terug. Het is nu ongeveer 9 uur, we moeten om 11 uur uitchecken, maar ik heb alles al helemaal netjes ingepakt. Ik heb hier nog liggen wat ik wil meenemen als handbagage. We worden volgens mij om 5 uur opgehaald door de bus, onze transfer naar het vliegtuig. Komen we morgen om 7:30 Nederlandse tijd aan, dus in de ochtend. Dus ik ga hopelijk in het vliegtuig slapen, zodat ik gewoon die hele dag weer normaal aan het werk kan. En dat werk zal dan bestaan uit het huishouden. En ja, dan is de vakantie al voorbij. Vakanties moeten bij mij niet te lang zijn. Want zeg maar te lang, dan vind ik het niet meer leuk. Dan wil ik alweer terug. Maar bij deze vakantie, dus daarom doe ik meestal, als vakantie boeken, zeg ik meestal nou 7 dagen. Het liefst gewoon een weekje. Een keer zei iemand, kom, we gaan 2 weken. Ik zeg, nou echt niet. Dan heb ik het echt al wel weer gezien. Maar bij deze vakantie, ik vind het helemaal prima om terug te gaan. Mijn batterij is helemaal opgeladen. Ik ben helemaal klaar om weer video's te gaan maken. En daar heb ik enorm veel zin in. Ik zou hier best kunnen blijven. Maar ik vind het niet erg om terug naar huis te gaan. Hallo, Jules. Julia. Oké, Senna, het is nu het einde van de vakantie. Wat vond jij het allerleukst? Dat de avondshow gek was. En wat vond je nog leuk? Dat ik zonder kurken mocht. Dat je zonder kurkjes kon zwemmen, hè? Ja. En wat vond je van het eten? Niet zo lekker. Vond je het eten niet zo lekker? Het eten was het allerlekkerste ever. Beter dan thuis. Nee. Voor mij wel. Want ik moet zelf koken. Heb je nog een duimpje omhoog voor de kijkers? Dankjewel.
deze vlog leuk vond, was dat zo, geef hem dan nog even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie hopelijk snel weer in een gloednieuwe video.